allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het heeft even geduurd, maar ik ben er weer en vandaag heb ik een zomershoplog voor jullie. Ik heb kleding, items van de Action, nog wat andere beauty items, een nieuwe tas. Dus blijf zeker even kijken, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en dan gaan we snel beginnen. Korte update voordat we verder gaan. Ik ben de laatste tijd met heel veel verschillende nieuwe en andere dingen bezig. En daardoor heb ik besloten dat ik ga stoppen met mijn webshop. Simpelweg omdat ik gewoon niet meer zo die passie voel om ten eerste voor make-up überhaupt. Ik vind make-up leuk, maar niet meer zo dat ik denk, dit is wat ik wil doen. En ja, ik heb gewoon gemerkt dat wat ik het allerleukste vind is mensen helpen. Ik heb ook een gratis challenge voor jullie gemaakt, de 6 Months Makeover. En elke maand behandelen we een ander aspect. Dus home, mindset, fitness, voeding. Ja, gewoon hun leven te veranderen. Ik merk zelf dat ik zo blij ben dat ik geen 9-5 baan heb. Dat ik eigenlijk opstaan kan doen wat ik wil. Dat ik op alle vlakken momenteel heel tevreden ben. En ik wil gewoon dat iedereen dat ervaart. Dus daarom heb ik die challenge gemaakt. Maar goed, lang verhaal. Conclusie dus, mijn webshop gaat stoppen. Nou heb ik de meeste voorraad nog van deze Essential Pouch. Mega handig voor op reis, voor in je tas, voor in het vliegtuig. Echt love it. Hier heb ik nog veel voorraad van. Ik ben eigenlijk een beetje bang om deze te laten zien, want deze is echt bijna op. Ik denk dat ik er nog maar 10 heb of zo. En dat is deze mini pouch. En hij is doorschijnend aan twee kanten. Perfect voor je kwasten, make-up, maar kan je ook voor pennen gebruiken, voor school, stationery, whatever. En ja, mijn make-up is echt bijna sold out. Maar verder heb ik dus nog deze producten. En deze producten had ik nog niet eens op YouTube laten zien. Want in de tijd dat ik het gelanceerd heb en besloten heb te stoppen. Ja, oh my god, ik ben zo lang niet op YouTube geweest. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Ik heb het gevoel dat we zoveel hebben om bij te praten. Maar ik ga dit nu kort houden, want ik wil gewoon dat dit een zomershoplog wordt. En als je hier random tegenkomt, je denkt, hallo, waar blijven de zomeritems? Ik ben niet voor hier om naar jou gepraat te luisteren. We gaan beginnen. Als eerste heb ik deze witte top van Zara. Echt heel mooi, perfect voor zomer en lente, omdat hij geen mouw heeft. Maar hij is wel classy, gewoon met een hoge kraag. En deze is maat S en hij was €22,95. Hele goede prijs voor de kwaliteit. Ik heb deze ook al in het beige slash, nou bijna lichtgeel. Heel erg crème, maar deze is echt wit. En ik heb een aantal broeken waarbij dit gewoon perfect past. En ik vind het een hele fijne, mooie, chique top voor de prijs. Echt amazing. Maar zoals altijd zal ik alle linkjes van alle producten voor jullie in de beschrijving zetten. Het volgende van de Zara, dat is een set. En deze heb ik in de korte tijd dat ik het heb al heel veel gedragen en al gewassen en al. Hij is zelfs nog een beetje vochtig vanuit de was. Maar ik zag eerst deze top bij iemand op TikTok. En zij stylde het gewoon met een leuke short en gewoon als daytime outfit. Heel netjes, maar het is een heel zacht, comfortabel stofje. Hij heeft ook een hoge kraag. Ik heb deze in maat S. Maar ik zag dus dat ze een bijpassende comfy broek hadden. En daardoor vind ik hem echt perfect om te reizen. Ik had deze aan op mijn trip naar Griekenland. Op de heen en op de terugweg. En het zit gewoon zo comfy. Het is een lange, wijde broek. Ik draag deze ook in maat S. En wat ik zo leuk vind, je kan dit dus best wel aan. Als ik een dagje thuis werk, dan doe ik vaak een wat mooiere top aan. Bijvoorbeeld die witte die ik net liet zien. En dan doe ik gewoon zo'n comfy broek eronder. En de top kan je dus ook helemaal stylen met een nette broek. En dan heb je gewoon ja, heel veel outfit opties. Dus helemaal fan van deze set. Zou het zeker aanraden. Linkje staat in de beschrijving. Dan heb ik ook van Zara deze satijnen top in een beige kleur. Echt heel mooi, heel lekker zacht. Ik ben echt fan van dit soort tops. Ik moet hem nog wel even stomen zoals je kan zien. Maar het ziet er gewoon meteen zo chic en netjes put together uit. En ook deze is €22,95. Zara, hallo. Wat? Alles wordt duurder en Zara wordt gewoon zoveel beter. Nou, ze hebben ook wel duurdere items natuurlijk. Maar ja, ik vind dit echt een hele mooie top. Ik weet niet of ze deze ook in andere kleuren hadden. Maar ik zal hem voor jullie linken en dan kan je kijken daar of er nog andere kleuren zijn. Maar echt, ja, mega blij mee. En dan tot slot van Zara heb ik deze witte broek. Echt hele mooie broek. Is maat S, maar in de ochtend zit hij wijd. Als ik wat gegeten heb, dan zit hij goed. Dus ik denk dat ik ging shoppen dat het al later op de dag was. Dus ik ga dan toch meer voor comfy in plaats van dat ik de hele dag mijn buik in moet houden. En ja, het is eigenlijk een hele simpele witte broek, wijde pijpen, heel mooi. Het is dus een maat S. En hij heeft een rits en zo'n haakjessluiting. Je zou denken, joh, hoeveel lichte witte broeken heb je al? Heel veel lichte broeken, geen één witte. Geen één. Echt oprecht niet. Allemaal crème, beige, maar niet wit. En dan het laatste kledingitem. Deze zag ik in een TikTok en heb ik toen echt direct besteld. Dit is een jurkje en ik heb deze van Naked in maat S. En het is een beetje zo'n... ja... Het is een midi jurk met een split aan de onderkant. Hij heeft zo'n leuk gerippeld patroontje. En hij heeft dus zo'n kraagje wat ik heel leuk vind. Korte mouwtjes, super schattig. Ja, ik ben hier echt heel blij mee. En dan heb ik ook nog een nieuwe zomertas. En deze is van Stradivarius. Ik heb hem gekocht voor €30. Maar ik zag dat hij in de sale was voor de helft. Of zoiets. Dus ja, een beetje sad. Maar goed, de sale ging pas in na mijn vakantie. En ik heb hem de hele vakantie elke dag gebruikt. Dus nou, vooruit dan maar. Ik heb er nu wel een bag organizer in zitten. Dus daardoor blijft hij lekker ja, rechtop staan. Echt perfect. Die bag organizer past echt in al mijn tassen. Als je dat niet hebt, is het gewoon zo'n losse tas. Ja, net wat je voorkeur heeft. Ik vind het chill als je hem neer kan zetten en hij valt niet om. Wat wel heel nice is, als je echt mega veel meeneemt, dan kan je dit zo eruit halen en dit doen. Zo aantrekken. Perfect voor als je echt zo'n extreme stranddag hebt. Ja, ik ga eigenlijk nooit naar het strand. Maar ja, dat is handig, een handige extra feature. Weet je wel, dat je je tas in ieder geval dicht kan doen. Want verder kan het dus niet echt met zo'n open tas. Dan had ik een aantal dingetjes besteld bij Dior. Ik dacht, dat laat ik ook nog even zien. En deze pouch, deze zomerpouch, kreeg ik er dus gratis bij. Maar volgens mij is die actie inmiddels wel afgelopen. Maar je kan ze nog vinden op Vinted. Alhoewel mensen ze wel echt voor bizarre prijzen verkopen, vind ik zelf. Maar het beste wat je kan doen is Douglas en de Dior website in de gaten houden als je zoiets wil hebben. Dat krijg je vaak gratis. Ze hebben wel vaker acties. Maar wat kreeg ik nog meer gratis? Dat waren deze twee mini parfums. Ik ben echt obsessed met minis. En hoe cute is dit? Wacht, ik zal ze even zo laten zien. Hoe schattig is dit? Zo cute. Nou, en wat had ik zelf gekocht? Deze parfum. En dit is een rollerparfum. Heel handig. Doe je gewoon zo. Ja. En hij ruikt echt mega lekker. En verder heb ik deze crème besteld. Ik zag dit ook heel veel online. Ik dacht, ik wil het wel eens proberen. En ik vind het alleen jammer. Het is een beetje net te... ja, niet eens te vettig, maar te plakkerig. Dit is dus een nagelcrème. Maar ik zou het fijner vinden als hij net ook geschikt zou zijn voor je lippen. Maar hij is best wel heel sticky. Dus wat ik doe, ik gebruik het voor het slapen gaan. En daarna, ja, als je slaapt, gebruik je natuurlijk je handen niet meer. En als je wakker wordt, is het ook echt wel gewoon ingetrokken. Heb je geen last meer van. Maar overdag heb ik laatst geprobeerd. Vond ik nou niet mega chill. Dus ik weet niet of ik het zou aanraden. En dan als laatste heb ik de Lip Glow. En ik heb voor de Limited Edition gekozen. Deze heeft ook glitters erin. Maar ik weet niet of we dat gaan zien vandaag. Nou, amper. Maar goed, ik hou van subtiele gloss. Dus deze vind ik ook altijd heel lekker ruiken. Maar de volgende keer, ik weet niet of ik die glitter opnieuw zou bestellen. Dan zou ik waarschijnlijk gewoon weer voor de normale gaan. Maar ja, het is natuurlijk wel een hele fijne en mooie balm. Dus dat is alles wat ik heb van Dior. Dan gaan we verder naar een van mijn favoriete winkels. Action! Als eerste heb ik van de Action deze geurstokjes. Hoe luxe ziet dit eruit? Hallo, Rituals? Hallo? En dit was volgens mij €5. Super schattig. En je kan deze nu zitten in je woonkamer, maar ook in je toilet of in je badkamer. Oh, misschien ga ik hem wel in mijn badkamer zetten. Of daar in de woonkamer. Ja, ik weet nog niet. Ik vind hem echt op heel veel plekken leuk. Dan heb ik van de Action deze sieraden organizer. Ik heb deze al laten zien op Instagram, TikTok. Alles al weken terug, maar... ik dacht, mocht je dat niet hebben en ben je alleen op YouTube, dan laat ik hem even zien, want hij is geweldig. Hij is lekker klein, compact, perfect voor op reis. Maar ik heb niet zo heel veel sieraden, dus bij mij is het gewoon, alles past hierin. Het is echt een perfect maatje. En ze hadden deze ook in het lichtgrijs en in het zwart. Dan kwam ik ook dit tegen bij de Action. Hoe handig is dit? Heb je ook dat je soms struggelt met je kwasten? Van hoeveel kwasten neem ik mee op vakantie? Of doe ik het gewoon in mijn toilet? Alsof doe ik het in een apart dingetje? Hoe handig is dit? Een soort all-in-one. Dit is gewoon een kwast waar je bijvoorbeeld je blush mee kan doen. Of bronzer. En dan heb je aan deze kant, die zit er echt in vast. En dan heb je aan deze kant een paar kwastjes die je eruit kan tillen. Bijvoorbeeld voor oogschaduw of zelfs voor een highlighter zou je hiermee kunnen doen. Dat zijn 4 kleine kwastjes. Heel compact. En dat kan je dan zo in je make-up tas doen. Ook heel handig voor onderweg. Of je nou met het vliegtuig gaat of misschien een roadtrip met de auto. Deze refreshing wipes. Dit zijn 25 XXL wipes. En ze hebben geen alcohol. Dus dat vind ik wel chill. Toen ik deze kocht was het de allerlaatste roze op dat moment. Dus ik dacht ja, die moet ik hebben. Dit is zo'n microfiber beach towel. Dus die droogt heel snel op. Echt perfect voor als je gaat backpacken. Mijn zusje gaat dit doen. Dus ik ga hem dan ook aan haar meegeven. Ik zal hem even eruit halen. Er zit een elastiekje aan waaraan je hem kan ophangen. Maar ook dat je hem makkelijk weer zo kan opvouwen. En dan doe je dus dit eromheen. En dan blijft hij gewoon compact. Maar ja, dit is best wel een hele grote handdoek eigenlijk. Hij is 100 bij 180. Dus dat is echt mega groot. Ik hoop dat ik hem weer zo netjes... Oh my god, hij is echt veel groter dan ik dacht nog. Dit is gewoon perfect. Het neemt niet zoveel ruimte in je tas als echt zo'n grote strandhanddoek. En hij ziet er ook nog eens heel leuk uit. Alleen maar win-win-win. Dan kwam ik bij de Action ook echt dit mega schattige dingetje tegen. Oh my god. Ik dacht eerst, wat is dat nou? Aan deze kant staat Beauty Girl. Dat vind ik een beetje... Had niet gehoeven van mij, Beauty Girl. Maar goed, prima. Deze was 1,95. En het is zo cute. Het is zo mini. Ik weet niet of je beseft hoe mini het is. Alleen al als er zeg maar niks in zat of er zat echt... snoep in of zo, weet ik veel, had ik het waarschijnlijk gekocht omdat ik het zo cute vind. Maar het is ook nog eens super handig wat er allemaal in zit. Allemaal mini dingetjes, een SOS emergency kit, zoiets. Dus een mini kam, extra achterkantjes voor je oorbellen, mocht je dat bijvoorbeeld kwijtraken. Een mini spiegeltje, echt mega cute. Weet je, als je onderweg bent en er zit wat in je oog. En dan kijk je in je telefoon, maar dat werkt niet. Want een telefoon, het is gewoon net geen spiegel. Dit is echt perfect daarvoor. En dit neemt gewoon geen ruimte in beslag. Hè? Dit kan echt in elke mini bag kan je dit kwijt. Er zit ook een mini vuil in. Heel schattig. Ik heb een Instagram en TikTok video hierover gemaakt met wat er nog meer in zit. Dus als je dat wil weten, kan je die even bekijken. Maar ja, echt... mega cute. Dan heb ik van de Action ook nog deze towels. En als je die onder de kraan houdt, dan wordt het dus een handdoekje die je kan gebruiken. Niet een handdoek, maar gewoon een doekje die je dan kan gebruiken. Ook heel handig als je bijvoorbeeld gaat backpacken of misschien camping. Of ja, onderweg in de auto lijkt me ook wel heel handig. Je weet maar nooit. En dan de laatste 2 dingen van de Action. Als eerste dit zeepje. Dit is echt de lekkerste geur ooit. Dit is White Clay en Argan. Echt love it. Nooit beseft dat Action gewoon zeep heeft. Maar ja, dit ruikt echt heel lekker. Volgens mij was deze maar €1. En dan tot slot deze Travel Size Mini Razor. Echt zo handig voor op reis. Komt dus met een hele case. En ook nog met een extra refill. Dat je hem kan vervangen. Heel handig, hoef je niet ja, een heel groot ding mee te nemen. Oh, ik heb trouwens nog een ding van de Action. Deze self-tan water. Ik was heel benieuwd naar. Deze was volgens mij maar €2. En mijn nichtje had het op haar hand getest. En daar werkte die al heel goed. Ik dacht misschien op mijn benen. Ik ben dus niet zo van het zonnen. Eigenlijk totaal niet. Ik leef in de schaduw. Zonnebrand. En ik heb alsnog tan lines. Let op. Ja, en dan heb je... Oké, het lijkt echt veel lichter op camera. Sowieso ben ik al even terug. Toen ik net terugkwam, was dit veel donkerder. En dan leef ik echt in de schaduw en zonnebrand. Dus het is gewoon een mythe dat je dan niet bruin wordt. Dus alsjeblieft, bescherm je huid goed. Maar het leek me dus leuk om deze even te testen. En dan als laatste heb ik een aantal dingen van Luxplus. Dit is een beauty website waar je... bijna alles met korting kan kopen. En ik kwam daar echt heel veel leuke dingen tegen. Als eerste heb ik deze scrunchie om mee te slapen. Hier vouw je dan je haar omheen. En ik gebruik het niet echt om krullen te maken. Maar meer als ik een beetje een slag erin heb zitten. dit is met mijn Dyson gedaan, dan ga ik hiermee slapen zodat het gewoon blijft. Dus niet om het te creëren, maar om het mooi te houden. Want als ik nu zou gaan slapen, dan word ik wakker met stijl haar. Echt stijl, stijl. Alsof je met een stijltang gewoon... Ja, ik weet niet hoe het kan, maar... En ik heb ook een satijnen kussensloop, dus dat is het niet. En wat ik zo chill vind aan deze, je kan hem helemaal bovenop je hoofd maken. Want ik ben een zijslaper, dus die dingen aan de zijkant zo, dat werkt voor mij niet. Want dan kan ik niet goed op mijn zij slapen. Dus ja, ik vind het wel een heel handig, grappig dingetje. En ook van Brushworks via Luxplus, dat zijn deze wasdingetjes. Ik vond het gewoon zo cute eruit zien. Ik dacht, leuk voor skincare routine. En dan wordt je claim dus niet nat als je zo je gezicht aan het wassen bent. En dan heb ik ook een nieuwe kam. En deze is speciaal voor je krullen, zodat je ze niet uitborstelt. Het leek me wel handig, maar ik moet zeggen, ik vind het niet zo amazing. Maar het leek, ja, kijk, ik heb ook al niet echt krullen. Als je echt krullen hebt, misschien is het dan wel wat. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet niet of het nou echt een toevoeging is voor mijn beauty routine, laat ik het zo zeggen. Hier ben ik zo blij mee en de prijs hiervan is zo goed. Deze kostte met de Luxplus korting €8 per stuk. En dan krijg je bij deze 4 producten, en bij deze zelfs 5 producten van het skincare merk Ren. Ook echt een heel goed merk. En ik heb deze getest op mijn vakantie naar Griekenland. Ik ben er heel tevreden over. Vooral de, even kijken, de Sensitive Serum vond ik heel fijn. En de dagcreme met SPF 30. Maar super handig voor je volgende trip om wat minis te hebben. Of als je gewoon wat nieuwe producten wil uittesten. Dan is het ook chill dat je eerst gewoon wat mini-size producten kan gebruiken. Dit serum. Ik heb 2 doosjes van deze besteld omdat ik het zo chill vond. Maar dit serum heb ik al bijna op. Omdat ik het elke ochtend en avond had gebruikt. Omdat ik het zo fijn vond. Deze kennen jullie misschien wel. Dit is de Daily AHA Tonic. Mega cute in mini formaat. Ja. Als het mini is dan ben ik überhaupt al verkocht. Dus heel blij met die minis. En dan heb ik ook nog deze parfumspray. Die kan je dus zo vanuit je favoriete flesje vullen. En dan heb je favoriete parfum gewoon bij je. En hoef je niet ergens te zoeken naar een sample of whatever. En dan als laatste zag ik heel veel van dit merk op TikTok voorbij komen. Zoals je misschien hoort in deze video ben ik heel makkelijk te beïnvloeden. Maar ik wilde dit gewoon heel graag proberen. En ik zag het niet echt in Nederland, ja, waar het nou beschikbaar was. Maar bij Luxplus hebben ze het dus wel. En ik heb het hydraterende masker. En dit is een cream sorbet. Moisturizing sorbet. En ja, de verpakking is roze. I mean, ik was meteen al verkocht. Ik heb wel het groene masker van die. En die vind ik echt heel fijn. Dat is meer voor vette huid. Dat is echt een mega fijn masker. Maar deze hydraterende moet ik dus nog even testen. En dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat in de comments jouw favoriete item van deze shoplog weten. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie je graag in de volgende video. Bye!